also have the old Othrum Seekering in the line. Yeah. Yeah. Ik hoor ik ga even naar een mand is. Ook erg genoeg. Die kan ook mijn bord choppen. Even kijken of daar nog wat is. Het is tijd om een keer goed metal te gaan. Auw. De schorpioenen. Nou, ik heb de vorige keer zat iemand mij te prikken. Toen zei hij, ja, ik doneer 100 euro als je Abiba ging zingen. En toen ging ik Abiba zingen en toen werd ik geprankt. Ik dacht, yes, ik ben een keer een rijke tata. Ik ga een keer een donatie krijgen. Maar niemand zal mij ooit doneren en ik heb helemaal gezongen voor niks. En nou, dat is jammer. Geld. Ik ben het zoeken. Ik ben zielig. Alleen ik moet hier naar beneden zien te komen en ik wil... Die daar. Wil ik graag temmen. Ah nee. Geen schorpioenen. Geen schorpioenen. Ja, daar wil ik dus even niet landen. Zo. Wordt lastig. Rowena, wil je even niet zo gemeen doen? Wil je even niet zo gemeen doen tegen mijn moderator, alsjeblieft? Ach. Ik zoek... Ik vind aardig dat je me in bescherming neemt, maar... Kut. Nou. Patrick is een hele goede vriend van mij, ja. Mensen over het internet. Real life ken ik hem niet, maar hij is gewoon een goede vriend. Vind ik. Kijk, hier kan ik wel naar beneden. En hopelijk kan ik hem temmen. Alleen ik denk dat ik dood ga. Ja, Griffin, loner. Griffin, komt u maar. Hey. Oh. Ga neer jij man. Waar ben je heen dan? Wat level is hij? Oh shit. En hij ligt plat. Wel weer in het water, maar ja. Geronimo! Ow. Jij gaat me niet pakken. Oh, oké, dan is het goed, Patrick. Ah, oh, dat vind ik aardig, Patrick. Die ook niet. Nee, niet deze slangetjes. Waar is hij? Hij moet neer zijn, maar waar? Moet steen. Daar ook. Maar ja. Allemaal griffins. Yo Dio. Oh wacht. Kunnen we even helpen met de griffin teen? Nou, ik heb er...
Nee! Lekker bezig. Ik ben echt zo lekker bezig. Rennen voor mijn spulletjes. Oké. Dat wordt maar een stukje rennen. Ik ga een beetje de een leuk avontuur erbij. Het schorpioentjes. Daar ging je naar beneden, hier kom je niet uit. Die straal zien. Waar ben ik dood gegaan? Daar ben ik niet naar beneden gegaan. Ah, hier. Dat heb je als je even niet oplet. Krijg een lekker schorpioentje op je dak. Pak het. Wegrennen. Slangetje, nee. Nu naar beneden. Daar heb ik een griffioentje als het goed is. Of wat het ook mag wezen, want ja. Zoveel speel ik er niet. Nee, een draak. Boom. Hey. Waarom raak ik? Ik raak je niet. Oh. Ja, dan wordt me dood. Pijn. Dan lukt me waar. Ik heb het een beetje. Nee. Waarom? Oh, daar word je gek van. Waarom duurt het laden zo lang? Het laden duurt echt lang. Maar. Waar ben ik nou weer gespand? Niet waar ik wil. Dus waar is een beestje waar ik mee kan vechten? Ah, daar. Gewoon alle drie aanvallen. Mooi. Bijt me maar uit. Hey, ook. Hier. En jij.
Oh, jij rent weg. Kom hier. We mappen. Maar kijk of jij dood kan. Zou wel grappig wezen als je dood bent. Hey, wegvluchten. Zo. Dat ik jou bewusteloos kan slaan. Ja, knap. Dik klop. Hoi. Volle maan. Ha, dank u. Hey, mezelf gedood. Maar ja. Span maar even een simpel bed, joh. Ik snap het ook niet meer hoor, soms. Simpelweg, soms gaat het gewoon verkeerd. Ik heb de padden neergezet, ja. Johnny, kan je wel iets? Ik kan wel wat. Waarom ga je dan de hele tijd, ja, doodgaan kan je? Ja, dat komt omdat ik in gevecht ben. Laat me raden, je had allemaal goede spullen mee. Nee. Niet eens. Nee hoor. Kijk eens wat ik even in de tussentijd heb geteemd. Hey. Goed bezig. Kan ik niet over jou zeggen met de hele tijd doodgaan. Nee, ik was naar iets op zoek. En wat was dat iets? Obsidian. Dat ligt daar ook naast die oude beest van ons. Pak hem. Ja, in mijn handen, nou, dan hebben we het. Want ik wil wel een. Nou. We gaan maar weer eens op zoek.
Zo, nu kan ik hem wel maken. Doe ik er 2. Steen, kut. Kan je wel wat? Ja, nou genoeg. Ik kan genoeg. Dat is doodgaan. Ik denk dat ik weer dood ga, maar ja. Wens me succes met doodgaan. Meer zijn, ja. Snel leven erbij rennen. Oh ja, die mag natuurlijk niet haken. Kutbeestjes. Krijg wel 6 op zich. Maar nee, kom eens hier. Wil je vechten? Nee, wat is dit? Ah, daar kan je niks mee. Ja. Kom op, ik wil wel gezond blijven. Daarom eet ik ook fruit. Lekker gezond. Fruit die is gezond. Ik loop alleen maar verder van de basis vandaan nu. Metal, nee. Waar is de obsidian? Kut.
Ja, je gaat me toch niet inhalen. Alleen, komt dat er weer niet meer? Achtervolgt hij me nog steeds. Vind ik eindelijk Obsidian. Oh hier, nog meer. Dat is goed. Nee, niet. Waarom? Nou, laat ook maar. Nu ben ik weer op normaal. Nee! Ja! Je zal toch ook eens een keer normaal kunnen spelen met een kutspel, eigenlijk. Merk eens een keer normaal. Mijn vriendje. Oprotten. Wat durf je? Hoe durf je dingen van me te jatten? Ja, dan heb je vlees. Omdat je me geholpen hebt. Volg me maar. Dit was daar, dus mooi. Lekker geveinigd. Oh, natuurlijk weer geen internet.
Ja. Als jullie willen. Ik heb deklop. Ik heb hier. Nee, die mag je niet aanvallen. Als jij me nou even helpt. Hey, vuile. ...136 subroot. Subroot. Killde me. Oh, nu span ik weer op. Het oude vertrouwde ding waar ik... Maar ik kan alleen maar die kant op moeten lopen. Waarom vallen ze allemaal mij aan? Zo, de lek. Nee, dus dat is niet een vriend. Aier met de brug. Hij schreef mijn naam verkeerd, maar dat geeft niet. Sowieso schreef hij mijn naam verkeerd. Oh ja, en dan gaan zeggen waarom ik niet praat terwijl ik wel praat. Maar dat geeft niet. Yo.
Maar ja, ik zal wel. Het zal wel met hem. Ja, ik span de hele tijd op de verkeerde plaats. En ben nog steeds op zoek naar een... Nou, daar ben ik heel blij mee. En ben weer op de verkeerde plaats gespand. Lekker bezig. Ah, hier kom ik het huis tegen. Mooi. Ik heb weer niet wat ik wil. Maar we gaan maar weer op pad om de dood in te gaan. Ik wil even weten wat eronder zit. Even kijken. Maar er zal vast niet veel wezen. Aangezien ik toch een 3 seconden dood ben als ik daar ben. Besjes eten is ook niet echt het beste wat je kunt doen. Ja. Yeah. Goed gevecht als je hem kan raken. Hey, goed bezig. Lekker bewusteloos. Doe ik goed. Ja, dan ga ik opgegeten worden. Dan gaat het beginnen.
Dus ik ben weer dood. Goed bezig. Je kijkt naar de stream waar ik alleen maar dood ga. Die is niet van ons. Nou, nu kan ik het wel zien. Beetje apart. Waarom? Ik heb hier 1300 narcotic in zitten. Beetje gebeurd dus. Hier, die narco berries, ja, nee. Welke haters? Ah ja. Laat die gozer, joh. Alleen maar een beetje stoer doen omdat hij... Maar zelf is hij helemaal niks, hè. Alleen maar omdat Fishy hem beschermt. Eigenlijk heeft hij hem nu geband, maar ja, dat zegt hij alleen maar. Zie je? Je wist het al van tevoren dat hij het was. Hij zag al de lelijke flikkers, maar ja. Maar ja, zal die maar werken bij de stream van Fishy. Komt hij ook al niet meer in. Ik zal je wel even mod maken. Maar ja, ik vind het een beetje apart dat hij nog steeds zo raar gaat doen. Een teken van dat hij geen leven heeft. Ja, wat is het? Wat is eigenlijk zijn doel hiervan? Wat is zijn doel? Wat is zijn doel?
Zo, je bent Kijk, dat zijn tenminste dingen die kan je gewoon niet zeggen. Maar JBF die zou wel geen leven hebben. Als je geen leven hebt, dan is het moeilijk. Hij heeft helemaal geen doel. Hij is alleen maar stoer aan het doen tegen anderen. Hoezo? Met je kutkop. Ach, het is wel grappig, joh. Al die dislikes. Ik vind het helemaal niet erg, hoor, dislikes. Ja, die heb ik gezien. En ik ben niet de knapste. Dat zeg ik zeker. Hij heeft wel de views, ja, dat klopt. En het is ook zielig dat hij met één account, met één persoon. Nou, ik bedoel, één persoon doet het. En allemaal om stoer te doen. Omdat ik hem een keer in de stream van Fishy een time-out gaf, ja. Wat je daarvoor gaat haten, dat snap ik niet. Nee, waarom dan? Wat is dan je reden? Die heb je niet. Jij bent de enige die het doet. Met je dubbele accounts die we bij Fish zien. En Fish heeft het ook door. En die heeft ook een gruwelijke hekel aan je. Ja, hij wordt op elke stream geband. Ja, dat doet hij ook zelf. Maar nu heb ik wel 5 kijkers door hem. Maar ja, dan gaan we weer even... Like even. En abonneer als je dat wil.
Maar ik ga zo stoppen met streamen. Oh, hij doet altijd bij iedereen. Bij Baklab deed hij dit al. Bij Fish doet hij het ook. En dan zal het vast bij andere mensen ook doen hoor. Alleen maar om stoer te doen. Maar ik ga nu. Ik wil hem zaterdag nog even, maar dat gaat niet. Ja, trike, dat is hem niet. Oh, jij hebt allemaal dat. Ik ga niks van je pakken hoor, maar dan kijk alleen even wat je hebt. Is altijd wel leuk om te zien. Nou, dat is leuk dat je deze twee hebt. Hoi. Wat wil je? Je blaast mijn beest weg. Ja, het is altijd leuk om met JBF. Kan je eigenlijk wel om lachen. Maar dan gaan we 5:15 ga ik stoppen. Want dan moet ik nog eten koken. Dus. Drie trankeros. En we hebben hier een eitje. Nou, een giga ei. Mooi. Nou, ik doe het ook niet. Ik ga. Ik hoop dat hij in mijn tribe zat. Anders weet ik ook niet hoe ik moet typen. Ja, wat ga ik nou doen? Ik ga mijn Gerard Joling even
Een stukje vliegen. Maar een paar minuutjes. Gewoon even een rondje kijken wat er allemaal Vlug maar. Maar ik heb hier screenshots van, dus... Dat zou Paul ook en andere mensen kunnen het ook wel weten. Hey. Oh, hij is moe. Welke dislike zegt hij dan? Ja. Net doen of je niet weet hoor. Ja, ga je dood? Boom. Ga de Joling naar de grond toe. Nog sneller. Kijk, daar zijn die gevaarlijke. Daar moet ik vandaan blijven. Maar een van de beesten nog trainen. Komt nog één level omhoog. Komt nog één level omhoog te gaan, dan stop ik ermee. En je gaat gewoon dood. Mooi. Wat sappig eten wil ik van je. Ik wil dat sappige eten van jou. Nou.
ben eigenlijk wel dom, maar ja. Nou, ik stop er zo mee. Want ik moet nog koken en alles. Dus. Dan ga ik wel redden. Gerard Joling gaat het redden. Het duurt lang. Nee! Wow, ik zat in hem gekleedst. Oh, hij heeft me niet geraakt. Gerard Joling gaat het wel redden. Ja, die kan tenminste de lucht in. Steeds een keertje bijten. Ach joh. Boom, 2 keer gebeten. Moet toch wel een keer doodgaan of niet? Zie hem nu stuur komen. Maar te laat. En hij is bijna dood hoor. Maar hierna ga ik stoppen. Oeh, hij heeft me geraakt. Nu kan ik weer.
meneertje de dood aan helpen. Kijk, hij raakt al heel erg gewoon. Kut. Soms heb ik iets waardoor ik vast blijf zitten. Nu heeft hij me goed geraakt. Oh, ik moet hier even weg. Het duurt even, maar dan mag je ook wel wat hebben. Vluchteling. Hij vlucht. Een goed teken. Ja hoor. Ik zeg het je toch. Het is Gerard Joling gelukt. Ga je niet redden, zeggen ze dan. Nee. Hetzelfde. Hoi. Zou hij nou even lang duren? Ik hoop het niet. Hij heeft al volle helft nu. Gerard Joling. Oh.
Oh, we zijn nog steeds niet geraakt. Wat zit daarin? Oh, er zit alleen maar dat in. Wat is er hier mee aan de hand? Oh, hij is te zwaar. Mag ik gokken? Ja, hij is te zwaar. Die leveltje omhoog. Bijna. Maar we gaan terug naar de basis. Dan ga ik stoppen. Hij is weer een level omhoog, ga je 2. Maar dus ik jullie de volgende keer weer. Tot ziens. En doei.